geschreven door pastor Cor Dame. Ik heb het getiteld Eenvoud in het licht. Allereerst omdat ik vond door mijn onderzoek dat ik hier iemand tegenkwam met heel eenvoudig in het leven te staan. Niet uit op rijkdom, niet uit op bezit. Iemand die eenvoudig dient daar waar hij nodig is. Ik zag een artikel in de krant waar Cor op zoek was naar Toontje. En dat sprak me heel erg aan. Ik ben geboren in Reuzel, woon er wel niet meer. Had heel veel vrije tijd. Corona was begonnen, dus heel veel andere dingen waren er niet te doen. En ik heb Cor gemaild van, hoe kan ik jou helpen? Want ik vind het heel interessant. Maar wist jij iets van Toontje? Nou, ik kende wel de familie Ooms in Reuzel. Dus dat was een neef van Toontje. Dus daar lag ergens wel een link. Daar ben ik wel eens op de boerderij geweest. Maar verder van de schaapsherder in Postel had ik nooit gehoord. Mijn moeder is petekind van Toonoom, zoals wij het noemen. En ieder jaar ging ik met mijn moeder hier naar het graf van haar peetoom, Anton Ooms. En ik heb dat op me genomen toen mijn moeder overleden is. Toen ik heb beloofd, ik neem het over zolang als ik kan. Deze wijze van leven, dat je die kunt koppelen aan een eenvoud van leven zoals de Kempische mens dat toch heel vaak wel heeft gedaan. Soms misschien omdat het moest, vanwege de levensomstandigheden. Maar binnen die levensomstandigheden hebben zij wel een modus van leven gevonden, ook binnen alle armoede en binnen alle soberheid die er was. En dat vind ik wel een leerpunt voor onze tijd. Wij zijn eigenlijk zo verwend met alles en nog wat. Wij beginnen te protesteren zo gauw als er ook maar, laat ik maar zeggen, maar 0,5% van ons loon afgaat. Ja, het was een karig gebied hier. We zitten in de achtzaligheden. Een spottend woord van de Franse soldaten ooit overgehouden. Het was hier ermoei troef, zeggen ze Reuzel. Dus het was maar een simpel boerenbestaan. Maar in het volkslied uit Eersel is het toch dat in Eersel de mens content is? Ja, maar hij was wel content, denk ik. En mensen waren content met het bestaan wat ze hier leefden. Maar het was goedkoop en ermoeig. Dan is het moment, dan krijg je van je moeder een bidprentje van Antonius Ooms. Hoe kwam zij eraan? Ja, dat is voor mij altijd een grote vraag geweest. Kijk, ik kreeg niet van haar een bidprentje. Zij heeft een bidprentje in mijn missaal gestopt. En ja, wat heeft mij nu getriggerd? Dat het woord herder mij heel erg heeft geraakt. Ik ben heel graag herder pastor geweest. Pastor betekent herder in het Latijn. En ik ben altijd heel graag pastor herder geweest voor hele kwetsbare mensen in de gezondheidszorg. Wie was toch Toontje Ooms? Ja. En wie was hij? Waar is hij geweest? Wat heeft hij gedaan? En toen? En hoe kwam hij in Postel? Hoe kwam hij in Reuzel? Hoe kwam hij in Duizel, Vessem, Knechtsel, Bergijk? Hij was overal een jaar en ging dan weer terug. Ja, schaapsherder, boerenknecht, ongetrouwd, simpele man. Mooie foto's bij het klooster in Reuzel hebben we gevonden. Dat was echt, ja, de link met Reuzel was wel echt aanwezig. Maar je hebt het over die peetoom en die was zo aardig en daar was zij helemaal dol op. En ik hoor dat het een krichelmanneke was. Ik ken alleen maar het andere verhaal van mijn moeder natuurlijk. Dat is natuurlijk ook van één kant. Ik heb nou ook andere dingen gehoord. Wat heb jij gehoord dat je dacht, nou, dat wist ik niet. Dat hij een beetje stug is en hij kon er wel nors zijn. Ja, dat heb ik van mijn moeder nooit gehoord. Dat is wel apart, hè? Twee gezichten. Dat vind ik ook. Maar zijn moeder zag natuurlijk als peterkind. Wat deden jullie dan bij dat graf, behalve dan een bloemetje of een plantje neerzetten? Helemaal schoonmaken. Het gras moest er allemaal uit, wat hier allemaal nu staat. En natuurlijk moest er een plant mee, met allerheilige en alle zielen. En als moeder vond een klein plantje heel erg goed. Er hoefde hier niet zo'n
kolossale planten. Want ja, hier op dit kerkhof staan altijd met alle heiligen kolossale planten. Alleen de van ons, dat was er gewoon een kleintje. Die waren een beetje uitbundig aan het doen met alle heiligen. Voor het oog van het kerkvolk, zei zijn moeder altijd, en dat deed zij niet aan. Hij wordt een schaapsherder, waren er dan geen andere baantjes, wat denk je? Nou, hij was natuurlijk van een groot gezin. En er moest geld op de plank komen. En als hij thuis was, dan kon hij mee eten. Maar er moest geld verdiend worden. Dus hij ging naar andere dorpen, andere boeren. Er was zelfs een soort handel in dit soort knechten. Als je geboren werd, dan werd je van tevoren werd natuurlijk al gevraagd of iemand peetoom wilde zijn. En omdat mijn moeder toonoom een oom is, hebben ze hem gevraagd. En mijn moeder is het peterkind. Maar die heeft toch ook wel toch een bepaalde functie, dat die wel een beetje op jou letten. Ja, daarom. Inderdaad, dat is bij ons nog. En daarom mocht mijn moeder ook van toonoom gaan studeren. Want er is niks gezegd, hij moet toch bemiddeld zijn geweest, anders dan zeg je dat niet. Hij heeft het ook betaald. Ja, maar mijn moeder durfde niet op kostschool, dus het is niks geworden. Het is niet op kostschool geweest om onderwijzeres te worden. Het is een eerste bestaan in als schaapsherder was geloof ik in Bergijk. En dat was weer familie van hem. Dus zo trok hij ja, steeds rond. Hoe denk je dat hij verstand kreeg van het hoeden van schapen? Wat is een kunstje? Ja, maar heel veel boeren hadden wel een paar schapen. Dus het was echt hier op de schrale heidegronden was dat echt wel in. Je had een schaapskudde als boer. Een paar koeien, een paar geiten. En waarom hadden ze schapen? Er moest mest geproduceerd worden om de grond vruchtbaar te maken. Daar heb je alweer zo'n reden. Ja, dat was echt wel. En als een boer een schaapskudde had, een kleine kudde. Ja, even een knecht zoeken van de jaren 15, 16. En die trok iedere dag met die kudde erop uit. Nou is vandaag een boekpresentatie. Daar ben jij in feite ook bij betrokken. Ik zag je ook, stond vlak achter je toen hij dat vertelde van de dochter van een petertand. En ik wist dat jij dat was. En ik zag een blik van herkenning. Even lekker, hè, was dat, hè? Dat was helemaal fijn, ja. En mijn foto was ook in beeld, hè? Ja, dat heb ik hier gezien. Bij het kerkhof stond. Dit kerkhof, dit graf, daar heeft eigenlijk een beetje de functie gekregen, hoor ik in het verhaal, van postkantoor. Ik heb niet goed opgelet dan. Hij wilde iemand vinden, Cor, de schrijver, oh, die er meer van wist. Dus wat zet hij hier neer? Een leeg jampotje met een kaartje. Ja, en dat vonden mijn man en ik natuurlijk. En dan doe ik meteen iets. Als ik iemand kan helpen, dan wil ik dat ook doen. Dus ik heb keurig meteen gebeld. Maar ja, het nummer klopte niet. En je bent natuurlijk ook in België, dus daar had ik ook rekening mee moeten houden. Oh, dat heb je niet gedaan. Nee, niet. Maar het was één nummer, klopt. Eén nummer was er niet. Dus ik heb er gewoon ingestopt. Mijn telefoonnummer. Maar dan krijgt dat graf toch de functie van postkantoor. Oh, zo bedoel je. Ja, zover was ik niet. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Dat als je dat eens aan mensen gaat vragen, wat voor idee heb je bij een graf, zal dit het laatste zijn wat ze bedenken? Nee, geen postkantoor. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik vind het wel heel leuk. Die hou ik erin. Ik had nooit verwacht, nooit gedroomd, allereerst niet toen ik begon aan het onderzoek, dat er ooit een boek van zou komen. Maar nu het boek er is, heb ik er eigenlijk ook niet van kunnen dromen dat er 70 mensen zich op zouden geven om deze middag hierheen te komen. Dat boek wat jij geschreven hebt, daar gaan wij nu verder niets meer over vertellen. Dan moeten de mensen maar lezen. Ik vond het veel belangrijker om eens te kijken, wie is die schrijver geweest? Wat bezielde die man? En hoe zit dat? Dat wilden wij graag weten. Ik heb het altijd heel, heel fijn gevonden eigenlijk om op een pastorale manier contact te leggen met mensen die lijden aan dementie. Ik ben begonnen in het klein seminarie met het idee om priester te worden. Toen veranderden heel alle tijden.
uiteindelijk heb ik besloten om als pastoraal werker verder te gaan. Ik heb wel in een paar parochies even gewerkt, maar dat beviel me niet zo goed. En ik ben begonnen intramuraal te werken in het ziekenhuis in IJmuiden. Nou, toen kwam de directeur van het verpleeghuis in Goorle, kwam ik op het spoor. En uiteindelijk heeft hij mij aangenomen. En ik heb dus bijna 12,5 jaar het pastoraat gedaan in het verpleeghuis in Goorle, in samenwerking met de twee verpleegafdelingen in de Vloed in Oosterwijk. Wat wil jij nog kwijt over wat je weet? Want je vindt het leuk, hè, om erover te vertellen. Ja, natuurlijk, omdat het ook over mijn moeder gaat. Hè? Het heeft vooral met mijn moeder te maken. En dat vind ik wel fijn dat die naam genoemd wordt. Nou, noem de nog maar eens en vertel haar bijzondere kwaliteiten. Als moeder had een heel luisterend oor. We mochten nooit over andere mensen praten. Dat paste niet bij haar. Dus wij mochten daar ook niet. Ja, en ik ben wel het tegenovergestelde van mijn moeder. Ik ben meer mijn vader. Dus niet dat ik met z'n moeder in de clinch lag. Nee, z'n moeder kon heel goed luisteren. Die stond voor iedereen klaar. Wat kunnen wij leren van dit hele verhaal, van dit boek? Ja, dat het toch een man die we niet kennen, toch zoveel van terug kunnen vinden. En ik heb ook tegen Cor gezegd, als we dit onderzoek 15, 20 jaar geleden hadden moeten doen, hadden we niks gevonden. Dankzij de archieven die nu allemaal openbaar zijn, alles is terug te vinden. Oude krantenartikelen, oude archieven, alles is openbaar tegenwoordig. Het is een genot om in te zoeken. Omdat hier Toonoom ligt, maar anders kom ik niet op een kerkhof. Ik ga dan naar het strooiveld in Eindhoven. Daar heb je hetzelfde gevoel bij? Ja, daar heb ik wel een goed gevoel bij, want daar liggen mijn ouders. Heb ik ze zelf uit mogen strooien. En daar zit ik heel rustig op een bankje en dan praat ik in mezelf. En dan herinner ik mijn ouders weer. Wat zou jij nog aan ons willen vertellen dat je denkt, dit is heel belangrijk in het kader van dit hele boek? En dat we toch met heel veel mensen samen in een moderne wereld, want heel veel contacten, heel veel van de contacten die Cor had, die mensen ken ik niet, maar ik heb wel met ze gecommuniceerd via Facebook, via e-mail. En we hebben allemaal achter diezelfde man aangejaagd. Dus dat is heel intrigerend. Zet je nou niet met dit boek, hè, een prachtige finale neer op jouw leven, op jouw carrière, maar vooral op jouw leven? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dit is eigenlijk een soort samenvatting van wat ik altijd heb gedaan, graag heb gedaan, met bezieling heb gedaan. En ik denk dus dat Antonius Ooms daar een soort voorbeeld van is. Hoe vind jij dat nou, dat wij op zo'n dag als deze over dit soort zaken praten? Dat is toch geweldig? Ik vind het super. Ik mag dat wel.